Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, wanneer u ook kijkt. Welkom bij deze aflevering van het Offroad Magazine. We gaan kijken in Schefflenz in Duitsland. En er was weer genoeg te beleven bij de derde ronde van de Offroad Challenge. Dan nemen we u mee naar Spanje voor de eerste Baja Andalusia. En daar was het warm en het was voor de eerste keer dat ze reden met een echt roadbook. Dan gaan we naar Lassing in Oostenrijk voor een echte bergwedstrijd. Maar deze keer is het bergbeklimmen per motorfiets. En het ging niet altijd even goed zoals u ziet. We richten vervolgens de camera ook op de Oxpo Motocross dagen in Frankrijk. Maar liefst 95 races spreiden ze daar. Ten slotte de finale van de Offroad Challenge 1997, de 12 uren Enduro van Budje in Kroatië. Helemaal aan het eind krijgt u dan ook nog even een vooruitblik op de Battle of the Kings op Ibiza. Maar eerst alle aandacht gericht op de Offroad Challenge 1997. En we gaan kijken naar de wedstrijd in Schefflenz, de derde ronde. Schefflenz, dat ligt aan de rand van het Odenwald. En het is voor de tweede keer dat deze wedstrijd plaatsvindt. Het is een vooraanstaand deel van die hele serie. En ondertussen is deze wedstrijd de echte wedstrijd geworden met een eigen karakter. Hij duurt 3 uren en 1 ronde is een afstand van ongeveer 6 kilometer. Er is een kunstmatig aantal hindernissen aangebracht, onder andere een moddergat. En natuurlijk zijn er ook speciale proeven waar heel erg op de deelnemers gelet wordt. Er mochten maar 180 rijders meedoen en dat was een probleem, want er kwamen maar liefst dik 350. Ja, die limiet van 180 moest aangehouden worden om de simpele reden dat de baan nu een keer niet meer rijders kan bevatten. Het geheim van die hele Offroad Challenge dat is dat er absoluut geen bureaucratie aan te pas komt. Elk heeft maar een beetje een hekel aan regels en aan officials. Maar een technische inspectie was er natuurlijk wel. U zag dat, want de motorfietsen die mogen geen olie lekken. Ook hier houdt men natuurlijk rekening met het milieu. En ze moeten voldoen aan de meest simpele veiligheidseisen. Daar staan ze dan, die 180 man, op zondagmiddag allemaal klaar voor de start. Een echte Le Mans start. En het doel van de wedstrijd is het grootste aantal ronden af te leggen in de 3 uren die daarvoor beschikbaar zijn. En wat speelt er door het hoofd van die rijders? Nou, niks meer. Alleen nu maar 1 doel voor ogen. Dat is erop. De motorfiets aan de praat helpen. En vervolgens gas, gas, gas en nog eens gas. U ziet het, ze gaan niet allemaal tegelijk weg. De een die heeft nu een keer de motor sneller tot leven gewekt dan de ander. En er zijn er een paar die hebben wel heel veel tijd nodig. Thomas Ramsbacher, dat is de man aan de leiding. En dat is een groot voordeel natuurlijk, want het heeft niet zo heel erg veel geregend de laatste dagen. Dat betekent een droge baan, veel stof. En die Thomas Ramsbacher, die kent u wellicht van naam, want hij heeft ook in de tussenstand voor de Offroad Challenge het hoogste aantal punten bij elkaar vergaard. Overigens net zoveel als Karl-Heinz Holz. Maar ja, die Holz die is hier vandaag niet. En ook een aantal andere rijders die het altijd goed doen in de Offroad Challenge, die moesten deze race aan hun neus voorbij laten gaan. Want zij moesten deelnemen in een wedstrijd die ongelukkigerwijs op dezelfde dag gepland was. Een wedstrijd voor het Duitse Enduro kampioenschap. En ze hadden daar natuurlijk verplichtingen, ook vanwege de sponsoring. Het is een complete chaos voor de rijders die niet in de kopgroep zitten, veroorzaakt door al dat stof. Kijk maar eens even. En dan kun je zeggen, 3 uur is een lange tijd, maar de bedoeling is wel dat je aan het rijden bent natuurlijk. En niet dat je stilstaat. Toch blijven ze beleefd. Kijkt u maar eens. De ene geeft de andere nog voorrang ook. Nee, nee. Gaat u maar. Gaat u maar. Gaat u maar. En de toeschouwers die wachten hier al vol spanning bij dat moddergat. U begrijpt het. Die modder is tot stand gekomen doordat men dit gat met water gevuld heeft. Dat was een aantal jaren geleden ook zo. Op het land van Boer Pranger in Eerum. Als het daar niet geregend had, dan kwam de tuinslang er ook aan de pas. En we zagen hier dus al een paar andere Kai Armin Pfefferle. Andreas Willeman, Mike Burighardt is ook van de partij. 4e plaats heeft hij en hij ligt op de 3e positie in de tussenstand. 5e plaats voor de lokale favoriet Jurk Albrecht. Normaal gesproken een motocrossrijder. Maar dit is een dagje uit voor hem.
En dan begrijpt u wel waarom al die toeschouwers er zijn gestaan. Een deel niet alleen om te kijken, maar ook om te helpen. Want wat is er nu leuker dan dat op een zondagmiddag? En het is niet eens een regenachtige zondagmiddag. Toch is dit eerlijk gezegd nog helemaal niets als je dat vergelijkt met het verleden jaar. We hebben die beelden ook vaak herhaald op Eurosport. Toen had het echt heel veel geregend. En vergeleken bij de situatie zoals die dus in 1996 was, is dit in feite maar een peulenschilletje. Al kan ik me voorstellen dat een hoop, met name deelnemers, maar ook toeschouwers, daar anders over denken. Verschillende rijders die hadden er dus geen moeite mee. A, omdat het niet zo moeilijk was als verleden jaar. Maar B, omdat ze ervaring hadden opgedaan. En dat geldt zo te zien in elk geval niet voor deze deelnemers. Af en toe is het zelfs moeilijk om de motorfiets nog te herkennen onder al die modder. Helpers zijn er gelukkig geen overvloed aanwezig. En zo komen ze dan toch allemaal nog weer opnieuw op gang. Met de wetenschap trouwens dat ze gedurende de resterende tijd van die 3 uur dat moddergat nog een aantal keren zullen tegenkomen. Rijdt verderop is er dan een helling te bestijgen. En het is een helling die niet al te lang is. Maar doordat de ondergrond plat geworden is vanwege al die modder uit dat moddergat. Modder die de rijders via de banden natuurlijk overgebracht hebben op al die grind en rotsblokken. Grindstenen wilde ik eigenlijk zeggen, want grindblokken die heb je daar ook niet natuurlijk. In ieder geval lukt het weer en nogmaals, het is een inspanning die ze zich allemaal vrijwillig aandoen. Thomas Ramsbakker nog steeds aan de leiding, maar u ziet het wel, die Kai Armin Pfefferle die zit er vlak achter. We zijn halverwege de wedstrijd inmiddels, anders zouden we 3 uur aan de buis gekluisterd moeten houden alleen voor dit evenement en dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Ja, en zoals het altijd gaat, de toprijders hebben dus een vrije baan, zoals het ook al tijdens de eerste ronde. En de mannen in het middenveld en in de achterhoede, die moeten letterlijk en figuurlijk heel, heel veel stof happen. Mooi parcours trouwens. Op stukken als die we hier zien hadden de rijders natuurlijk even de gelegenheid om op adem te komen. Nou ja, niet helemaal ontspannen natuurlijk. En ze wisten allemaal dat het moddergat weer bezig was eraan te komen. Was een verplichting trouwens. Je kon hier en daar op de route nog wel een beetje smokkelen door een wat ander parcours te kiezen. Ook dat hoort bij de vrijheid die dit evenement kenmerkt. Maar het moddergat was absoluut verplicht. Daar moesten ze door. Maar ook zonder modder waren de moeilijkheden hier niet van de lucht. Mooi trouwens dat het nog kan daar in Schefflenz, zo'n geweldig groot evenement. En dan zijn we weer bij het moddergat. De toeschouwers die waren nog lang niet tevreden, die wilden aan één stuk door dit soort acties zien. Maar ja, uiteindelijk kregen dat toch een aantal van hen medelijden met de rijders. En dat leidde dan weer tot extra hulpverlening hier. Als u denkt is dit hetzelfde moddergat, ja dat is het, maar de organisatoren die hebben er ondertussen nog wat extra water in laten lopen en dat is goed te zien hier. Wat extra paardenkrachten om af en toe die gestrande motorfietsen weer vlot te krijgen. En sommigen, dat zag u al, die moesten hun beurt afwachten en die deden net alsof ze dat erg vonden. Maar in werkelijkheid vonden ze dat helemaal niet erg, want het was een extra gelegenheid om verplicht even wat uit te rusten. Ja, een klein beetje hulp door het kiezen van een andere route, dat werd dan uiteindelijk toegestaan. Het duurde allemaal wat te lang op deze manier. Maar ook als je dus langs die droge en hoge kant ging, dan had je af en toe nog wel een probleem. Sommigen die gaven echt de moed hier helemaal op. Geen wonder natuurlijk. Want dit is geen motorrijden meer, dit is ronduit martelen geworden. Maar ja, het moet ook niet te gemakkelijk gaan natuurlijk. Thomas Ramsbakker in actie hier. Nog steeds de man aan de leiding.
En eerlijk gezegd slaagt hij erin om zijn voorsprong uit te bouwen. En Pfeffele die is nadat hij een lekker band gekregen heeft teruggezakt naar de derde plaats. Maar daarvoor in de plaats hebben we als tweede man nu deze lokale held. Ik zei het al, Jurg Albrecht. De trots van de club hier in Schefflenz. En hij won trouwens ook in de motocross discipline de Duitse beker boven 500 cc. Kai Armin Pfeffele, zoals gezegd vanwege die lekke band, terug naar de derde plaats. En de volgende man die we gaan zien, dat is dan Mike Burrichard. Daar is hij. En hij moest echt heel erg zijn best doen om de vierde plaats vast te houden. Maar dat zal hem ook gelukken. En daarmee heeft hij dan de tweede plaats in de tussenstand voor wat betreft de Offroad Challenge. De vlag valt en daar is de winnaar, Thomas Ramsbacher. Hij wint hier de tweede Cross Country Challenge in Schefflenz. En daarmee is hij in staat om zijn voorsprong in de tussenstand te vergroten tot 52 punten. Tweede plaats dus voor Jurg Albrecht, daarachter Kai Armin Pfeffele, dan Mike Burrichard. En al deze vier rijders legden 18 ronden af. Hier hebt u dan de uitslagen, maar voor wat betreft de eerste vier plaatsen kent u ze al. En we hadden nog één wedstrijd voor die Offroad Challenge met deze puntentelling. Even pauze, tot zometeen. En het is daar in het zuiden.